Goedendag, mijn naam is Iris de Vos en ik ben werkzaam als HR-adviseur bij Grant Thornton. Graag zou ik u meenemen in een nadere introductie van Payroll Loket. Heel veel plezier toegewenst. Via de startpagina kunt u eenvoudig variabele loonmutaties invoeren. Op de startpagina vindt u in het midden onder de administratie de link Browser variabele gegevens. Wanneer ik daarop klik, dan opent zich een infosheet. Deze infosheet is, zoals u hier ziet, de W-mutatie exportset gekoppeld. De W staat in dit geval voor werkgever eigen gemaakte infosheet. Op basis van de looncomponenten die u veelvuldig gebruikt, kunnen wij een infosheet voor u samenstellen. U krijgt dan eigenlijk een op maat gemaakte invoerscherm. En daarmee kunt u dus eenvoudig en snel uw variabele mutaties in gaan voeren. Mocht u een looncomponent hebben die ontbreekt in dit overzicht, dan kunt u ook altijd nog via het pijltje aan deze kant een looncomponent selecteren of wellicht een andere exportsheet waarin de looncomponent beschikbaar is. In dit geval kies ik even voor een looncomponent met de werking netto inhouding. Zodra ik dat doe, krijg ik hierover een oranje melding met het verzoek om de gegevens in het scherm te verversen. Wanneer ik dat doe, dan komen er automatisch een heleboel looncomponenten beschikbaar met de werking netto inhouding en kan ik als gebruiker op die manier toch mijn loonmutatie gaan invoeren. In dit geval zet ik hem even terug op de werkgever eigen sheet, kies voor W-mutaties, even verversen weer. En daarmee heb ik mijn invoersheet weer terug. Naast de categorie of exportset hebben we ook de mogelijkheid voor een strook. In normaliter staat de strook altijd op de normale strook. Betekent dat die loonmutatie die we hier invoeren meegaat in de loonverwerking van de huidige maand. Ik heb hier ook de keuze om te kiezen voor een bijzonder tariefstrook. Zodra ik dat doe, zal er een loonstrook extra worden gecreëerd. Kan wel eens bijvoorbeeld bij een bonus dat je zegt, nou, die wil ik op een aparte strook. Dan kun je dus kiezen voor bijzonder tariefstrook. In dit geval laat ik het even op deze strook staan. Op basis van de datum van vandaag zal de loonperiode automatisch worden gevuld. Heb ik nog mutaties voor een eerdere maand, dan zou ik dus eventjes de mutatie of de periode terug moeten zetten. In dit geval hou ik het even op december. Kies nog even voor verversen. En deze mutaties die ik dus nu hierin ga voeren, zullen worden meegenomen in de loonrun van december. Het werkt eigenlijk als volgt. Ik kan met een tab kan ik werken. Ik kan gewoon in een willekeurig veld mijn gegevens gaan invoeren. En ik kan hier onderaan kiezen voor opslaan. Ik kan ook nog kiezen voor opslaan en de browser sluiten. Dan sluit automatisch ook het scherm waar we nu op dit moment in werken. Uiteraard, nog niet benoemd, kan ik ook nog werken met een sortering. Dus hij staat nu op naam en toon personeelsnummer. Maar dat kan ook bijvoorbeeld alleen het personeelsnummer zijn. Net wat u zelf daarin handig vindt. Kies voor opslaan. En daarmee zie ik ook dat de gegevens netjes zijn opgeslagen. Ons advies is ook altijd, sla tussentijds ook gegevens op. Het is vervelend wanneer u er tussendoor gegevens kwijtraakt. Dus vandaar ons verzoek of advies, kies tussentijds voor opslaan. Op deze manier heb ik eigenlijk de gegevens heel snel ingevoerd via de browser variabele gegevens. U kunt ook variabele loonmutaties invoeren bij een werknemer. In dit geval kan ik hier bijvoorbeeld kiezen voor de heer Bakker. Kan ik doen onder dienstverband. Ik kan gewoon simpel in het zoekveld een aantal letters al invoeren of een beroepnaam, net wat ik handig vind. En ik kan de werknemer hier op die manier selecteren. Vervolgens kom ik in de werknemer terecht. En dat kan ik zien doordat ik hierboven de heer de Bakker heb staan. En ik kan het ook zien aan de kleur en
de opgelichte werknemer aan deze linkerkant van het scherm. Zodra ik in die werknemer zit, kan ik onder het menu salarisverwerking, variabele gegevens, ook mutaties gaan invoeren. Nou, in dit geval staat periode 12 al ingevoerd, omdat ik daar eerder uren overwerk had ingevoerd. Die kan ik uiteraard uitbreiden, met misschien is er wel een bekeuring geweest. Inhouding bekeuring, als ik die €35 inzet en ik sla hem op, dan staat ook die variabele loonmutatie voor december 2021 klaar. Dus op die manier kan ik ook variabele mutaties per werknemer invoeren. Dan kan ik even kijken. Deze medewerker is uit dienst. Ik heb hier bijvoorbeeld de heer Schouwenaars. Die is nog steeds in dienst, maar ik zie hier nog geen loonmutatie voor december. Ik kan ook een loonperiode op werknemerniveau gaan toevoegen. Dus ik zie hier, kies ik voor de plusje, variabele gegevens. Ik krijg automatisch periode december naar voren op normale strook. De verdelingseenheid en de ploeg wordt automatisch opgenomen vanuit het dienstverband van de werknemer. Ik zie hier ook die exportzet, W-mutaties. En ik kan ook op die manier heel snel die mutaties gaan invoeren. Dus wellicht heeft deze medewerker wel 12 uur overgewerkt. Ik sla ze op. En op die manier kan ik dus ook op individueel niveau variabele loonmutaties gaan invoeren. Zodra ik dat gedaan heb en ik ben klaar met mijn mutaties, dan kan ik mijn invoer ook controleren. En dat doe ik in het menu salarisverwerking algemeen. En daar kan ik onder mutatieverslagen kiezen voor een mutatieverslag variabele gegevens per periode. Ik ben bezig geweest met de variabele loonmutaties voor december. Dus ik kies hier de loonperiode December 2021. Ik kan dit rapport in diverse formaten opvragen. In dit geval kies ik even voor een PDF. Zie hier netjes de uren overwerk bij de heer De Bakker met de bekeuring die we zojuist hebben ingevoerd. Bij meneer Schouwenaars 12 uur overwerk. En hieronder wordt eigenlijk nog netjes een eindtotaal gepresenteerd. En zo kan ik dus controleren of de invoer die ik heb gedaan, of die ook correct is.